Met defensieminister Krishna Mathoera spraken wij over een aantal actuele zaken. Wat zijn zoal nu prioriteiten op het ministerie van Defensie? Maar we spraken ook met haar over andere issues die spelen in Suriname. Het is een vrij lang gesprek geweest met de minister van Defensie en u krijgt vandaag het eerste deel uit dit vraaggesprek met minister Krishna Mathoera van Defensie. Er werd onlangs wat post op social media over dat het Nationaal Leger of onze militairen verworden zijn tot security guards. Mogen we een reactie van u hierop, minister Mathoera? Ja, graag zelf, want ik denk dat het goed is dat ik naar de samenleving toe verduidelijk wat de rol en taak is van het Nationaal Leger en wat we nu op dit moment doen. Kijk, grondwettelijk hebben we twee belangrijke taken. Eén is beschermen van Suriname of van de soevereiniteit van Suriname tegen wederrechtelijk militaire agressie. En het tweede is ondersteuning verlenen. En bij wet kunnen dus aan andere taken worden opgedragen. En dat zijn ook bijvoorbeeld beveiliging van infrastructuur, strategisch infrastructuur. Allerlei andere ondersteunende taken hebben we bij wet. Op dit moment hebben we een capaciteit van duizenden militairen. We zitten in een financiële crisis. We hebben ons beleidsplan gemaakt. En we hebben gezien dat die soevereiniteit van ons en die onveiligheid dreigt toe te nemen. En we zien dat productiebedrijven, zeker die in de binnenlanden zijn, maar ook in de Randstad, in Paramaribo, moeite hebben, problemen hebben. En wij hebben ons beleidsplan geformuleerd en we hebben daaruit een aantal prioriteiten gelist. Natuurlijk, de eerste is COVID-ondersteuning. De tweede is grenscontrole. De derde is binnenland, aanwezigheid van meer militair personeel in het binnenland, zodat het overheidsgezag gevestigd is en dat onze natuurlijke hulpbronnen niet weggedragen worden. Want wat we zien is dat heel veel mensen, heel veel ook buitenlanders komen vestigen. En al dan niet met Surinamers, eigenlijk op illegale manier onze natuurlijke hulpbronnen wegdragen en dat de overheid op geen enkele manier bemoeienis heeft daarmee. Maar ook dat die Surinaamse samenleving ontzettend veel schade leidt daarvan. Dat is derde prioriteit. Vierde is productiebedrijven. We zien dat bijvoorbeeld bedrijven als IAMGOL, maar ook andere goud- en houtbedrijven, een bedrijf als Kobo, slachtoffer is geworden van vernielingen en plunderingen. En dat laatst heeft de rechter de staat veroordeeld in een andere zaak, waarbij dus een concessie is bezet gehouden en een ondernemer niet kon produceren. En dat betekent dat we schadevergoeding moeten betalen. En wij hebben gezegd, in een economische crisis is de staat heeft weinig inkomsten en als we nog meer schade lijden aan onze productiebedrijven, als het productieproces verstoord raakt, dan betekent nog meer ellende voor het volk. Dus wij hebben in onze beleidsplan opgenomen dat we productiebedrijven gaan ondersteunen. En laat me doorgaan, dan zal ik daarop terugkomen. En verder andere prioriteiten zijn bijvoorbeeld ondersteuning aan gevraagde ondersteuning aan de overheid, aan justitie en politie. We hebben civiel-militaire relaties, we hebben rampen gedefinieerd, we hebben cybercrime, dus beveiliging van de digitale systemen van ons. Dat zijn de grote prioriteiten, om een aantal, de meest belangrijkste heb ik genoemd. Beveiliging ook van hoogwaardigheidsbekleders of presidenten, hoogwaardigheidsbekleders die Suriname aandoen. Dat zijn de prioriteiten, we hebben er 10 genoemd. Nou, en om terug te komen op die beveiliging. Kijk, wij hebben op dit moment een overcapaciteit. Dat betekent dat we personeel hebben. We zijn in een vredestijd. En we moeten het personeel goed inzetten. En wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar die productiebedrijven die op dit moment in de problemen zijn. En die we willen ondersteunen. Maar die ondersteuning is niet gratis. Ze betalen defensie daarvoor, zodat we de kosten kunnen dekken. Maar het gaat met toestemming van de minister van Financiën, dus heel transparant.
Er wordt eerst criteria geformuleerd. Welke bedrijven komen daar? Niet Jan, Piet en Klaas gaan we allemaal beveiligen. Nee, er zijn zware criteria. Het moet een productieproces zijn. Het moet inkomsten genereren en voornamelijk deviezen genereren voor de Surinaamse samenleving. Weet je, dat soort criteria hebben we geformuleerd. Dan wordt er een overeenkomst gemaakt, een overeenkomst getekend. Er wordt geld gestort op de bank. En er is een heel administratieve organisatie opgezet. Dus terecht zegt men, we zijn niet verworden tot een beveiligingsbedrijf. Nee, we gaan onze militaire kerntaken, want in onze pakket hebben we ook bescherming van strategische infrastructuur en strategische bedrijven. Dus dat pakken we op. Zo hebben we met IM Gold 2 dagen geleden een overeenkomst getekend waarbij we IM Gold ondersteunen. Onze mensen zijn daar samen met de politie en mensen van NH, zodat het productieproces bij IM Gold ook niet gestopt wordt. Zo zijn er bijvoorbeeld de bedrijven die ammoniumnitraat importeren, dat we die ook ondersteunen, want we willen niet dat het in onveilige handen terechtkomt. Dus dat is de hele gedachte daarachter. En het tweede is de hele transparantie. We doen het niet geheimzinnig, nee. We doen het ook niet aan vrienden en kennissen. Nee, iedereen mag, als hij denkt dat bijvoorbeeld hij aanspraak maakt of een verzoek kan doen, mag hij doen. Wij toetsen dat verzoek, we beoordelen, daar wordt het teruggeschreven, er wordt overleg ook gevoerd met het bevoegd gezag. En dat, op die manier gaat het. Maar wat is dan de input van de andere kant uit? Bijvoorbeeld bij IM Gold, betalen ze mee? Hoe zit dat in elkaar? Er is een overeenkomst getekend, dus dat betekent dat wij mensen leveren, want kijk, het zorgen voor veiligheid is een staatsverantwoordelijkheid. En waar we niet kunnen, hebben bedrijven problemen. Nou weten we dat misschien justitie en politie, want daar geven we alle ondersteuning ook aan, niet voldoende mensen heeft om overal in dit land te zetten. En daar komt die ondersteuning van het Nationaal Leger, dat daar waar justitie en politie niet in staat is of onvoldoende mensen heeft, dat we ondersteuning verlenen. En met IM Gold hebben we die overeenkomst getekend van wij leveren mensen onder die voorwaarden. En IM Gold gaat een aantal voorwaarden, huisvesting, voeding, et cetera. Die meerkosten komen niet voor rekening van de politie, maar het komt voor IM Gold. Dan helpt ze, ondersteunen ze ook dat we het niet helemaal. Het is een win-win eigenlijk voor beide partijen. Ja. En mevrouw Mathoera, een vraag die de gemeenschap ook heel lang bezighoudt is: heeft men nog veel animo om in het leger te komen? Hoe aantrekkelijk is het nog? Het leger is zeer aantrekkelijk. Ik krijg nog elke dag brieven van mensen die in het leger willen komen. Het is een geuniformeerd korps. Het is een eer om je land te dienen. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan de Surinaamse samenleving. Het is niet voor ieder weggelegd. Je moet voldoen aan de selectiecriteria. En je moet ook, als je er eenmaal bent, dat je houdt aan die eisen die gesteld worden. Ik moet eerlijk zeggen dat in de afgelopen periode men niet zo strak heeft gehouden aan de eisen. Maar ik ben voornemens om de paraatheid van het leger te verhogen. En die eisen die gesteld worden, zowel fysiek als mentaal, op te voeren. Ja. Wat we ook de afgelopen periode een aantal keer, ik zal niet zeggen vaker, maar een aantal keren hebben gehad, zijn zeer droevige berichten, mevrouw Mathoera, dat vooral gewapende machten of mensen uit de gewapende machten naar wapen hebben gegrepen of de hand aan zichzelf hebben geslagen of een andere van kant heeft gemaakt en daarna zichzelf. Recent dat van het kind en de vader. Wat is uw antwoord hierop, mevrouw Mathoera? Wat doet u als minister om toch nu aan het proces van begeleiden en zo? Kijk, ik betreur elk geval dat zich heeft plaatsgevonden. En het gebeurt eigenlijk in alle organisaties en zeker gewapende machten waar mensen een wapen dragen en onder hoge druk misschien functioneren, is het nog moeilijker voor mensen. En mensen kunnen door verschillende redenen in een stresssituatie terechtkomen. En door aanhoudende stress kunnen ze in een mentale instabiele situatie terechtkomen.
Het is de taak en de verantwoordelijkheid van zowel ons als werkgever, maar ook om de thuisgenoten en anderen om verantwoordelijkheid daarin te nemen. En die verantwoordelijkheid bestaat erin dat één, we moeten herkennen, identificeren. En tweede is deskundige hulp organiseren. En dat moeten we gaan blijven doen. En in dat kader heb ik bijvoorbeeld instructies nu al uitgevaardigd dat elk geval, elke situatie waarbij iemand zich uit van geweld gebruiken, zichzelf van kant maken, aan anderen van kant maken. Dus elke vorm van geweldsgebruik of dreigen met geweld of stress, zware stress, depressie, mentale instabiliteit, dat we meteen actie moeten ondernemen. Die instructie is gegaan naar alle afdelingshoofden. We hebben afgelopen maandag uitvoerig hierover gesproken. En we hebben procedures ontwikkeld van als dat gebeurt, dat men direct moet melden. Er zijn G5, dan wordt er gemeld. Er is een psycholoog in dienst van het militair hospitaal. De gevallen worden bij haar gemeld. Zij doet de eerste intake. En afhankelijk van de intake worden de mensen gestuurd naar of de huisarts. En de huisarts gaat ze verder verwijzen. Of naar de psychiater of naar de psycholoog. Want dat is ook allemaal in het pakket van SZF opgenomen. Zodat de persoon deskundige hulp krijgt. We zijn ook bezig om te kijken hoe we op de werkvloer, want het gaat één om de begeleiding, maar twee is om te voorkomen. En voorkomen dat mensen in die situatie, en daar zijn we bezig ook maatregelen te ontwikkelen, hoe we dat kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld gesprekken arrangeren, vertrouwelijke gesprekken, vertrouwenspersonen aanstellen. Want ja, ik kan me voorstellen dat mensen bijvoorbeeld niet happig zijn om hun privéproblemen aan iedereen te vertellen. Ze willen het aan een vertrouwenspersoon vertellen. En dat we dat soort systemen, daarom hebben we ook een dominee in dienst. We gaan nog meer mensen in dienst nemen, 1 of 2 mensen, waar de mensen terecht kunnen en in vertrouwen hun probleem kunnen vertellen, zonder bang te zijn dat ze uitgelachen worden of dat ze, weet je, als zwakkeling gezien worden of dat hun probleem morgen op in die samenleving elders is. Dus dat zijn we bezig te doen. Maar nu al zijn er instructies uitgevaardigd. En ik hoop dat we de gevallen steeds minder worden en dat we meer en meer aandacht besteden. En ook uit de huisgenoten hoor, dat vaak merk je in die samenleving dat men achteloos omgeacht, ja, heeft geuit. En we laten het daarbij liggen. En merk je na, het neemt toe de druk en op plotseling dan is de persoon er niet meer. Ik wil ook die samenleving vragen om elk geval heel erg serieus te nemen. En in elk geval de huisarts in te schakelen, zodat de huisarts een scan kan maken en verder kan verwijzen naar een psycholoog of een psychiater. Ja. Minister, kort na uw aantreden heeft u ook nog een unit hier geopend voor wat betreft een meldkamer waar men dan bijvoorbeeld molest op de werkvloer kon doorspelen. Werkt het? Hoe gaat het daarmee? Heel goed. De 3 mensen hebben dus die unit opgezet. Er zijn 3 mensen daar op die afdeling. Er is een bewustwordingscampagne die nu opgestart is, waarbij dus de mensen naar elke afdeling gaan. Ik dacht dat er gisteren een sessie was, vandaag nog een sessie is geweest. Er is een hele instructie uitgevaardigd van wat zijn zaken die vallen onder molest op de werkvloer. Hoe herken je ze? Wat moet je doen daaraan? Dat is allemaal in een proces, in een procedure vastgelegd. Die procedure is inmiddels naar alle afdelingshoofden. Wat het team nu doet is voorlichting. Er zijn ook een aantal gevallen geweest waar de intake is geweest. En een paar zelfs afgehandeld, een paar zijn doorverwezen naar de militaire politie. En nu de voorlichting breed wordt nu gedaan naar alle afdelingen, zodat mensen bewust worden. Want dat is eigenlijk het belangrijkste, dat je het voorkomt. En natuurlijk, als iets niet voorkomen kan worden en het is gebeurd, dan moet je inderdaad onderzoeken en de correctiemaatregelen toepassen. Dus het gaat goed met die afdeling. Maar was het zo erg binnen het leger dat een dergelijke unit moest komen? Ik zal niet zeggen dat het heel erg was, want ik heb geen data echt. Ik heb veel data van huiselijk geweld, et cetera. Maar bij mijn rondleidingen, en het is niet vreemd dat in gewapende machten vanwege die hiërarchische cultuur
gevallen kunnen zijn en dat je door die hiërarchische cultuur mensen niet geneigd zijn om te melden. Dus mijn aandacht was ook gevraagd door vrouwen. En ik weet ook dat in sterke hiërarchische structuren een ondergeschikte nooit zijn chef gaat aangeven. Omdat er angst is voor een kunnen en maatregelen. En ik denk dat juist daarom je dit soort unit moet opzetten. Zodat ook die persoon die in een hiërarchisch ondergeschikte functie staat, dat we de belangen van die persoon behartigen en dat die persoon geen slachtoffer wordt van molest op de werkvloer. Dus daarom was het belangrijk om de unit op te zetten. Ja. Want ik wil dat iedereen op een hele normale manier, zonder angst en waarbij dus de integriteit van iemand gewaarborgd is, dat hij gewoon deelneemt kan nemen aan het arbeidsproces en carrière kan maken. Mevrouw Mathoera, wat we ook zien, ik zei het al, we gaan proberen met uw toestemming natuurlijk, uw tijd. En wat we ook hebben gezien is dat heel veel media dat van kolonel Feira hebben opgepakt. Dat zij is ontheven uit haar functie en dat er nu daar een managementteam in de plaats daarvoor komt. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Voor managementteam? Ja. Nou, dat het DNV valt onder de president. En het is een besluit geweest van dus de regering, van de president. En ik kan dus daarover weinig zeggen, maar dat is de keuze die hij heeft gemaakt. Ik denk dat heel belangrijk is wat ik de president heb horen zeggen in eerdere beraadslagingen. Dat er geëvalueerd gaat moeten worden. Die dienst is echt uitgegroeid. Ik heb zeker dicht bij de 1000 militairen daar. Ik heb ook geschreven een paar keren dat we niet vervreemden van elkaar en dat er zicht is. En ik denk dat er gekozen is misschien hiervoor om alles te evalueren en te kijken naar hoe de dienst werkelijk, de DNV, eruit moet zien voordat je definitief invulling geeft aan functies. Ik denk dat onderdeel van de evaluatie is van, kijk, als de dienst, als je 10 dienstonderdelen onder een unit hebt, dan heb je heel andere competenties nodig om te leiden. Dan als je bijvoorbeeld een klein team hebt, 1 expertise, heb je weer andere competenties. En ik denk niet dat we verwachtingen willen wekken. Dus ik vind het heel goed dat er eerst doorgelegd wordt, eerst geëvalueerd wordt, eerst dat men komt tot een nieuwere opzet van DNV, iets dat beantwoordt aan de behoeften van de regering en van die samenleving, van meer. Ik vind het heel erg belangrijk hoor, en ik onderschat die dienst helemaal niet. Het moet een zeer professionele dienst worden, want het gaat om de algemene veiligheid van ons land. Kijk, ik heb een deelveiligheid, Justitie en Politie heeft een deelveiligheid, DOG heeft een deelveiligheid, LVV heeft een deelveiligheid, voedselveiligheid. Maar OW heeft een ander stukje veiligheid van gebouwen, et cetera. Milieu, ROM heeft een stukje veiligheid over milieu. Dus veiligheid is niet alleen één deel. Veiligheid gaat over meerdere terreinen. Het is echt uitgebreid. En dat je een overkoepelend orgaan hebt waar alle dreigingen van al die veilige thema's, dus voedsel of bouw of natuurrampen of soevereiniteit, criminaliteit, dat het allemaal bij één centrale unit alle informatie komt, dat ze alle informatie analyseren, dat ze dan daar rapporten over maken van hoe staat het met de veiligheid, veiligheid voor de kust, veiligheid in de binnenwateren, dat er dan analyses gemaakt worden, cybercrime, onze systemen bij banken en bij nutsvoorzieningen, dat het niet gehackt wordt, maar dat kan je ook krijgen, dat analyses gemaakt worden. Dus die dienst is een zeer belangrijke dienst. En maar het hoeft niet zo groot te zijn. Het moet hoogopgeleide mensen zijn die weten wat ze doen en die in staat zijn die veiligheid op hun merites te beoordelen, die data kunnen analyseren en op basis daarvan adviezen kunnen geven zodat we daarop kunnen inspelen. Tijdig kunnen inspelen en dat we die samenleving kunnen behoeden
van onveiligheid. Ja? Dus ik vind misschien dat de president, niet misschien, dat hierdoor is gekozen voor eigenlijk die opzet.